Mevrouw van der Pol, het lijkt er nou toch op dat het vertrouwen definitief nu is opgezegd hier. Ja, helaas. De motie is met 5 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Ja, en wat betekent het nu voor u? Wat is uw eerste reactie? Nou, mijn eerste reactie is misschien een hele vreemde. En die is van, ja, ik had niet anders verwacht. Dit zat er eigenlijk al sinds eind september aan te komen. En wat ik had gemerkt was dat er weinig beweging zat in 2 van de 5 fracties. En ik ben wel heel blij met de steun van 3 van de 5 fracties. En waar ik erg benieuwd naar ben, en dat is ook de vraag die ik zelf gesteld heb, van waarom dan? Ik begrijp hem nog niet. Wat zit daarachter? Ik hoop dat ooit nog eens te weten te komen. Ja, want die vraag heeft u nu gesteld, maar daar heeft u nu ook geen antwoord op gekregen. Nee, en ik gaf even het voorbeeld. De sluizen in IJmuiden gingen open, men ging spuien en alles wat onder water zat kwam bovendrijven. En je gaat er dus van uit dat als er zo'n professionele onderzoeker zoals mevrouw Faber gesprekken aangaat die ook echt best lang geduurd hebben. Sommige mensen hebben 2 keer met haar gesproken. Dan verwacht je dat datgene wat onder het wateroppervlakte zit, dat dat boven komt drijven. En dat dan uiteindelijk de achterliggende reden van die politieke beladenheid, zeg maar, is ontstaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar heb ik vanavond ook al even kort aan gerefereerd. Ik had sinds vorig voorjaar al het idee, denk, er is iets, maar wat, zeg maar. Dus ik heb het wel een beetje ervaren als dat men een stok zocht. En waarom dan? Die vraag blijft bij mij hangen. Ja, dan is nu deze motie aangenomen. Wat gebeurt er nu? Wat gaat u nu doen? Wat er in de motie staat is inderdaad geen vertrouwen meer. En verzoek aan de commissaris. Dus daar gaat nu het proces wederom lopen. Dus ik zal morgen de commissaris zelf, vanzelfsprekend, zelf ook even bellen. Maar het proces gaat natuurlijk ook vanuit de griffieren georganiseerd worden. En dan, ik heb dit nog nooit bij de hand gehad. Dus ik kan wel zeggen, dit of dat of zus of zo gaat er gebeuren. Maar dat weet ik dus niet. Nee, want er zat ook een verzoek tot ontslag bij. U besluit dat niet zelf? Ik besluit dat niet zelf. Dit wat erbij zit, dat gaat nu naar de commissaris van de Koning. En dan ga ik ook daarmee in overleg, vanzelfsprekend. Ja, dus het is nog steeds niet duidelijk. Het is eigenlijk weer alsof we net als in september weer daar zijn, op dat punt, toen het vertrouwen ook werd opgezegd. Of ziet u wel dat we op een ander punt zijn nu? Nee, ik denk dat we nu wel op een ander punt zijn, omdat heel duidelijk is nagezocht en onderzocht wat er nu aan de hand is. Er is een oplossing geboden. Een verbeterd traject voor een ieder die hierbij betrokken is. En ik zie het echt als een gemiste kans om dit niet met beide handen aan te pakken. Dus gewoon door blijven modderen, zoals ik gisteren ergens in een regionale krant las. Ja, want hoe ziet u de toekomst voor Terschelling en bestuurscultuur nu verder voor, als nu deze stap gemaakt wordt? Ja, dat weet ik niet. Dat moet u niet aan mij vragen, hoe ze dat zien, maar aan de overige betrokkenen. Met modder gooien past niet bij mij. En dat ga ik ook niet doen.